Je kan het in alle maten kopen. Dan kan je veel druk aan de binnenkant zetten en de buitenkant een beetje sparen. Als je dit met je handen doet, druk je het ook met je vingers. Ja, maar met zo'n latje of zo krijg je geen beschadiging. Ja, tuurlijk. Met alles krijg je beschadiging, maar het scheelt. Maar je kan ook zeggen, ik los het op door een lijstje om het vrij te houden. Probeer het en als die gaat, dan houdt het op. Paulien Wiert zou gewoon op al die hoekjes allemaal tutteltjes plakken. Kleine bolletjes klei en dan er allemaal opplakken, waardoor je een heel levendig randje krijgt. En niemand meer ziet dat je stempel bedorven is. Nou, maar je kunt ook zo, bijvoorbeeld die laat je daar en dan een andere laat je aan de binnenkant. En dan kan je met van beide kanten drukken. En dan zie je de vingerafdruk niet. Ja, ik zou het dan zo doen. Dan kan je hier je vinger zetten. De binnenkant geeft toch niet. En de andere kant, dan verdeel je door dat latje wel de druk van je vinger. En als hij staand is, kan het ook nog. Dan zet je hem omhoog en dan kan je hem zo staan doen. Ja. Dus het helpt wel, maar het blijft altijd een beetje behelpen natuurlijk. Het komt bij de gangen. Je krijgt gewoon profielen die je kan kopen. Wie heeft er nog vragen over het technische stukje? Hoe laat je? Wanneer moet ik dat dan doen als je in elkaar zit? Hoe laat je een ding eens doorlopen, de hoek om? Okay. Ik wil erop tekenen. Als je dit, zeg maar dat hij dus doorloopt? Dat is lastig. Als zij zegt ik wil dit laten doorlopen, dan moet je hem al snijden. En in een strik snijden en dan echt op die plek weer aan elkaar. Zoals in een overhemd met strepen ook dan echt moet snippen, zodat ze aan elkaar komen. Ja, dat is echt lastig. En dat is een extra uitdaging. Ja, nee, maar dat... Ik stel voor dat iedereen die kan beginnen, gaat beginnen.